Hallo allemaal, mijn naam is Jos Overschie, consultant en leraar bij Ovedicon. En vandaag iets heel anders. Het blijft wel iets met pomptechniek te maken hebben, maar iets anders dan wat jullie van ons gewend zijn. Misschien kennen jullie allemaal de filmpjes wel op internet dat mensen die net bij een bedrijf komen werken eigenlijk een klein beetje voor de gek gehouden worden. Filmpjes zijn misschien bekend van mensen die een waterpas bij moeten vullen. En dan zie je volwassen kerels een waterpas in een magazijn tegen een rek aanzetten en dan moeten ze er water overheen gieten om dat belletje uit die waterpas te krijgen. En het meest verwonderlijke is nog dat ze het nog doen ook. En eigenlijk is dit ook een beetje in die serie, want we hebben hier iets, we hebben hier een hele sterke magneet en we hebben een koperplaat. En daarbij is een waarschuwing wel op zijn plaats. Wij werken hier met een hele sterke neodymiummagneet. En als je daar verkeerd mee omgaat, dan kan het je echt je vingers kosten. Dus als je zoiets thuis gaat proberen, doe het alsjeblieft veilig. Er zijn ook hele kleine magneetjes, neodymiummagneetjes. En ook die hebben een kracht, daar zal je versteld van staan. Maar ik wil je dit niet ontnemen. Dit is eigenlijk een bepaalde manier van toveren. De eerste keer dat ik dit zag, heb ik echt onder de tafel zitten kijken van ik word hier op een of andere manier voor de gek gehouden, maar ik weet alleen niet wat en hoe. Wat hebben we hier? We hebben hier een hele sterke neodymiummagneet. Denk niet van dat zal wel meevallen. Ik heb dit in een attaché koffertje gehad en ik ging bij een fabriek door zo'n mooi draaihekje. En toen zat mijn koffertje ineens vast aan het hekje. Gewoon door de koffer heen zat die magneet vastgeplakt aan het ijzer. Dus zo sterk is het. Ik heb hier een massief koperen plaat. En wat verwachten jullie dat een magneet, een neodymiummagneet, doet met een koperen plaat? De meeste mensen die ik het gevraagd heb zeggen, wacht, dat doet niks met elkaar. Nou, de werkelijkheid is anders. Als ik die magneet gewoon hierop leg, is er niets aan de hand. Maar de werking ontstaat als ik die magneet ga bewegen boven die koperplaat. Want om je een indruk te geven, als ik hier de magneet neerzet en ik zou hem omduwen en ik vraag aan de mensen van wat gebeurt er dan, dan zullen de meesten zeggen, ah, die valt gewoon. Nou, ik zal het jullie laten zien. Ik duw hem om, voor de rest doe ik niks. Is dit normaal vallen? Doet hij het alleen maar één kant op? Nee. Doet hij het ook op deze manier? Het maakt dus niet uit hoe je de magneet neerzet of laat vallen. Hij valt niet zoals je verwacht, maar hij valt op een veel zachtere manier. Als ik de magneet oppak en ik probeer hem rechtstandig zo naar beneden te duwen, moet je eens opletten wat er gebeurt. Hij wordt dus gedempt. Ik kom dus nu niet op het koper. Voordat ik bij het koper kom, heb ik al zoveel tegendruk dat hij niet tegen het koper aangedrukt wordt. Een ander punt is, als ik de magneet op een bepaalde afstand over de koperplaat beweeg, ik raak de magneet nu niet aan, dan gaat mijn koperplaat schuiven over mijn koffer. Dus door de beweging krijg ik werkelijk kracht op, wervelstromen, waardoor de magneet en de koperplaat op elkaar gaan reageren. Wat kan je hiermee? Je kan bijvoorbeeld, daar wordt hij ook voor gebruikt, een koppeling mee maken. Dan heb je aan de ene kant, als je een pomp hebt met twee vrije aseinden, één die aan de baaien zit en één die uit de motor komt, dan kan je een koperplaat nemen waar allemaal die aan een as zit. Aan de andere kant neem je een plaat waar allemaal neodymiummagneten in zitten. En dan kun je die op een afstand van elkaar laten draaien. En dan kan die neodymiummagneet as die aan de motor zit, die kan dus de as met de koperplaat kan die meenemen. Op die manier krijg je een contactloze overbrenging. Je moet het eigenlijk in de praktijk een keer gezien hebben. Wat vaak ook leuk is om te zien, is als je deze magneet zo draait, dan zie je hem dus zweven.
Ik kan het nu laten zien. Het mooiste is als je dit een keer eigenhandig uit kan testen. Dan zal je versteld staan wat er op deze manier, wat er voor krachten ontwikkeld worden. En het mooie is, we hebben tegenwoordig steeds vaker over levensduur en groen. En ja, we moeten zorgen dat onze volgende generatie ook nog van alle grondstoffen gebruik kan maken. Nou, deze neodymiummagneet die verliest ongeveer 2% van zijn kracht in de komende 100 jaar. Nou, dan houdt hij nog voldoende over om zijn werk te doen. Kopen blijft kopen. Dus als je hebt over levensduur en betrouwbaarheid en economisch verantwoord bezig zijn, is dit een hele economische manier. Misschien dat jullie er al van op de hoogte waren, dat je dat soort speciale koppelingen hebt. Maar ze zijn er, kijk er eens naar en de beslissing moet je zelf nemen. Maar er bestaat dus werkelijk een kopermagneetje. Ook al werkt die op een andere manier als de meeste mensen denken. Het zijn wervelstromen en door die wervelstromen ben je in staat om die koperplaat zonder aan te raken over de tafel heen te trekken. Maar nogmaals, daar wil ik ook mee afsluiten. Het is geen speelgoed, dus wees heel erg secuur met het omgaan met die magneten. Een ongeluk is zo gebeurd. Ik heb een keer met 3 vingers klem gezeten tussen 2 magneten en ik kon 3 maanden geen saxofoon spelen. En ja, ik kan dat normaal gesproken wel, maar er waren 3 vingers die waren kapot, de nagels lagen er helemaal af. En eigenlijk omdat de ene magneet tegen de andere klapte met mijn vingers ertussen. En eigenlijk heb ik nog heel veel geluk dat ik mijn vingers nog heb. Dit was even een iets ander onderwerp. Hebben jullie nog meer leuke dingen, natuurkundige dingen, dat je zegt van Jos, het heeft zijdelings te maken met de pomptechniek. Besteed er eens aandacht aan. Ze zijn van harte welkom. En voor dit keer weer bedankt voor het kijken. En vergeet ons niet te volgen. En graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.